bij het Studium Generale programma, de stem van de natuur. We gaan met elkaar van start. Dit is een Studium Generale programma en dat doen we in samenwerking met de Saxion Green Office en ook de Minor Circulaire Economie. Mijn naam is Britt en ik ben jullie moderator vandaag. We gaan met elkaar en met drie gastsprekers de verschillende facetten van de stem van de natuur ontdekken. Voordat we naar de eerste gastspreker gaan en ik hem ga aankondigen, wil ik eigenlijk een vraag stellen aan jullie. En die vraag luidt: wie heeft er wel eens het idee dat hij met de natuur in contact staat? Mag ik handen zien? Lekker duidelijke handen. Ga maar even staan. Wie heeft wel eens het idee dat hij met de natuur in contact staat? Okay. Toch de iets oudere garde zie ik. Ik weet niet of dat dan een eerste bevinding is van vandaag. Ik loop even hier naartoe. Ik zag dat jij ook ging staan. Ja. Je staat wel eens in contact met de natuur. Op wat voor manier? Ja, ik weet eigenlijk niet hoe, maar wel op momenten dat ik gewoon in de natuur ben, dat ik dan denk, ja, ik ben een soort van onderdeel hiervan of zo. Onderdeel van de natuur. En heb je ook het gevoel dat je met de natuur communiceert op een bepaalde manier? Nee, dat niet echt. Dan zoek ik nog even verder. Wie heeft er wel eens het idee dat hij communiceert met de natuur? Hier staat nog iemand. Daarachter gaat nog een hand in de lucht. Hoe doet u dat dan? Ik ga echt met bomen knuffelen. Met bomen knuffelen? Oké. Okay. Ja? Maar ik ben afgelopen weekend ook bezig geweest met mijn wintergroente zaaien. En dat zaadjes in de grond. En dan wens ik een goede seizoen toe. Mm-hmm. En op die manier communiceer ik ook met de natuur. Dus dat kan op verschillende manieren communiceren met de natuur. Het gaat van bomen knuffelen tot zaadjes op het juiste moment zaaien. Wat we vandaag met elkaar gaan doen is zoeken naar verschillende facetten van de stem van de natuur. Daarvoor hebben we drie gastsprekers. Ik ga de eerste aan jullie voorstellen. Dat is Arjan Dwarshuis. Hij gaat met ons op zoek naar de letterlijke stem van de natuur. Op vogelexpeditie gaan we samen. En Arjan Dwarshuis is vogelaar, hij is maker van de Vogels podcast. Hij is schrijver, filmmaker en zo niet meer. Je hoort hem wel eens op de radio. En hij zal met name ingaan op de taligheid van goed gebekte vogels en de intelligentie die daarachter schuil gaat. Geef hem een hartelijk applaus, Arjan Dwarshuis. Nou, ik dacht, het is eerst wel interessant om even nog in te haken op wat jij zei. Want ik zag maar een paar handen omhoog gaan toen jij vroeg wie zich wel als onderdeel voelt van de natuur. En dan moet je even teruggaan naar je jeugd. Want ik denk dat ieder kind in essentie zich onderdeel voelt van de natuur. Ik bedoel, iedereen hier kan zich wel herinneren dat je misschien als klein jongetje of klein meisje in je tuin met een schepnetje of een emmertje of een vergrootglas een beetje aan het rommelen was. En dan vermaak je je wel. Dat is het mooiste wat er is. Op een gegeven moment verdwijnt die interesse een beetje naar de achtergrond. Worden andere dingen interessant. En je zult zien als je straks ouder wordt, dat je die hunkering weer voelt om weer die natuur in te trekken. Want wij als mens zijn onwijs onderdeel van de natuur. Onlosmakelijk mee verbonden en heel erg afhankelijk van de natuur. Dus ik dacht, dat is even goed om te benoemen. Maar ik zal vandaag vooral, in plaats van heel filosofisch, denk ik wat leuk verhaal over vogelgeluiden vertellen. Ik dacht wat leuk is om even te laten horen, is wat een geluid van een vogel met je kan doen. En ik heb daarvoor een fragment uit mijn podcast, de Vogelspodcast, meegenomen. Ja, ik hoor het. Oh. Lee. Moly. Dat was te kort. Dat was hem, ja. Waarom? Ja, waarom? Zeker. Oh, wat vet. Ja, dat was hem. Oh, holy shit. Ja, dit... Hij is heel dichtbij, ook. Hij zit er. Normaal, krijg ik een kippen. Ja, ja, ja. Ja, hier sta ik met mijn vriend Gisbert in een moerasgebied, ergens in de buurt van Amsterdam, en horen wij een roerdomp. En dat is deze vogel die je ziet, een soort gecamoufleerde reigerachtige die in het moeras leeft. En die maakt een misthoornachtig geluid, waarvoor in het voorjaar zijn hele strottenhoofd vergroeit, om dat te kunnen faciliteren.
En dat draagt 5 tot 6 kilometer ver. En ja, als je dat voor het eerst hoort en je net nieuw bent in het vogels kijken, dan staat het kippenvel echt op je armen. En ik heb dat regelmatig met vogelgeluiden. Het kan betoverend mooi zijn, het kan heel indrukwekkend zijn. Ook de najaarstrek die nu bezig is. Veel mensen staan hier niet bij stil. Als je naar huis loopt van vanuit de kroeg bijvoorbeeld, hoor je, als je een beetje oplet, de hele tijd geluiden van zanglijsters, koperwieken die dus 's nachts door de nachtelijke hemel migreren richting overwinteringsgebieden, soms in Noord-Afrika, duizenden kilometers verderop. En veel mensen denken dat het geluid van de zang van vogels, dat die vogels soms zingen omdat het gewoon, omdat ze dat puur uit lol, uit liefde doen. Maar er zit echt een bittere drijfveer achter. Een mooi voorbeeld is dit geluid. Mensen staan er niet bij stil. Maar je zult merken, als het er niet zou zijn, dit geluid, dan zou die, en sowieso het geluid van vogelzang, dan ga je nekharen recht overeind staan. Maar die vogels, die doen dat niet alleen om ons te vermaken. Er zit echt een belangrijke reden achter. Vogels, die doen dit om een territorium af te bakenen. Dus om andere mannetjes vogels te laten zien dat ze niet in de buurt moeten komen. En wat daar inherent aan verbonden is, ze doen het om een partner te vinden. Dus ze zingen niet omdat ze mooi willen zijn of omdat ze gewoon lekker uitbundig willen zingen. Want ze nemen ook een groot risico als je als vogel op een kale tak of op een schoorsteen van een huis zit te zingen. Dan is de kans natuurlijk veel groter dat jij door een roofdier wordt gepakt. En alles in de natuur wat wij soms een soort menselijke karaktertrekken aangeven, is onderdeel van dat overlevingsmechanisme en het doorgeven van je genen. En dat is dus ook vogelzang. Nou, ik dacht eerst even vertellen van hoe werkt vogelzang nou? Waarom kunnen ze zo goed zingen? En daar heb ik dit plaatje voor meegenomen. Wij hebben een stembanden en een strothoofd. En daarmee kunnen wij geluid maken. Onze stembanden gaan trillen. En dat is hoe wij een toon produceren. Vogels hebben een veel complexer orgaan. En dat zit hier zo, net boven de longen. En hier zie je dit. Het zit onderaan de luchtpijp en dat is een serinx. En het bestaat uit een complex apparaat van allerlei membranen, kraakbeen en spieren. En dat gaat trillen als die vogel daar geluid lucht langs laat gaan. En dat kunnen ze doen bij het inademen en bij het uitademen. En zoals je ziet heeft het 2 vertakkingen. En daardoor kunnen ze dus ook 2 melodieën en 2 tonen door elkaar heen zingen. En dat klinkt bizar, maar ik heb er een voorbeeld van. Kijk, hier hoor je dat. Dit is 1 spreeuw. Die zingt, ik zeg 2 melodieën, maar die zingt meerdere melodieën door elkaar heen. En dan moet je dus zien als, wat ik altijd een mooie vergelijking vind, je hebt sommige hele goede gitaristen, die kunnen de basmelodie en de gewone melodie door elkaar heen spelen. Gewoon flamenco gitaristen. Ja, eigenlijk al die vogels, die kunnen dat per definitie al. Dat komt dus doordat ze een hele andere structuur hebben om dat geluid te faciliteren. En nu is het je vast ook wel eens opgevallen dat de meeste vogelzang 's ochtends vroeg gebeurt. Dan is het vogelochtendconcert. En een beroemd voorbeeld is natuurlijk deze vogel. Misschien wel het mooiste geluid wat je in de Nederlandse natuur kan horen. Wat je hoort is een nachtegaal. En de nachtegaal ziet er misschien niet heel mooi uit, maar hij maakt spectaculair geluid. Om even voor degene die wel eens naar een feestje gaan hier, ik denk iedereen wel eens, want ik zit met studenten.
een nachtegaal die kan 93 decibel halen. En voor mij net boven de 100 decibel, dan krijg je een boete als je bijvoorbeeld een dancefestival... Dat is een van de redenen waarom ik bang ben dat ik straks binnenkort niet meer de hoge vogelgeluiden kan horen. Maar die nachtegaal die zingt vaak 's ochtends vroeg en soms vaak om 3-4 uur 's ochtends begint hij met zingen in de nacht. Nou, het heeft een aantal redenen. Ten eerste, 's ochtends vroeg en in het schemerdonker zijn insecten nog niet zo actief. En vogels jagen op zicht. Dus ja, de energie die ze normaal kunnen steken in voedsel zoeken, ja, kunnen ze dan beter in zingen steken. Daarbij ligt er altijd een soort koude laag van lucht over de bodem. En met een warmere laag van lucht daarbovenop. En daartussendoor kan dat geluid heel ver kaatsen. Daarnaast zijn er veel minder omgevingsgeluiden, veel menselijke geluiden, die vogels zouden overstemmen. En zijn vogelvrouwtjes vruchtbaarder in de vroege ochtend? Dat zijn allerlei redenen. Waarom die nachtegaal zo echt in het donker al zingt, is doordat 90% van de vogelmigratie gebeurt 's nachts, zonder dat wij daarbij stilstaan. En je moet je voorstellen, die mannetjes die komen iets eerder terug vanuit de overwinteringsgebieden, laten we zeggen half april, en die vrouwtjes vanaf eind april. En die vogels die migreren niet op een 100 meter hoogte, maar soms wel op een kilometer of 2 kilometer hoogte. En navigeren ze op de sterren. En ze maken gebruik van een eiwit in hun netvlies, het cryptochroom 4-eiwit, waarmee ze eigenlijk het aardmagnetisch veld kunnen visualiseren. Dus daar ga ik je verder niet mee lastigvallen hoe ze dat doen, want het is een heel ingewikkeld natuurkundig proces. Maar in ieder geval, die vogeltrek gebeurt 's nachts op grote hoogte. En met het vallen van de dageraad, met de eerste licht aan de horizon, gaan ze lager vliegen, en dan vallen ze op een gegeven moment in. Dus je moet je voorstellen dat er vrouwtjes nachtegaal, die vliegen misschien op 800 meter hoogte boven de duinen, boven de Hollandse duinen. Dan komt de dageraad aan de hemel, gaan ze lager vliegen en dan horen ze een concert van allemaal zingende mannetjes nachtegalen. En dan strijken ze uiteindelijk neer bij het mannetje die het luid zingt met het breedste repertoire. Want die vinden ze het interessantst. En dat mannetje kan uiteindelijk zijn genen doorgeven. En zo werkt de evolutie. Dus je moet je voorstellen, over honderdduizenden jaren gaan die mannetjes steeds luider zingen, steeds breder repertoire hebben, steeds meer imitaties. En dat is waarom vogelzang uiteindelijk nu zo mooi is. Er zijn ook vrouwtjes die zingen. Wat je wel opvalt als je nu wel eens door een park loopt, momenteel zeker, is dat je overal hoor je een beetje het getik en het gepruttel van roepende roodborstjes. Net is heel Scandinavië is leeggelopen van roodborsten die hier op doortrek zijn of hier komen overwinteren. Sommigen gaan helemaal door tot aan Noord-Afrika overigens. Maar er zijn ook vrouwtjes die zingen om hun winterterritorium vast te leggen. Want ook in de winter is er een concurrentiestrijd met andere vogels. Dat doen winterkoninkjes bijvoorbeeld ook, zanglijsters. Dus niet per se, als jij een vogel hoort zingen, zeker in het najaar en in de winter, is het een mannetje. Dit is een van de vetste geluiden, vind ik, uit de Nederlandse natuur. Dit is een bosrietzanger. Een bosrietzanger heeft ongeveer de meest complexe zang van alle Nederlandse zangvogels. En wat heel interessant is dat hij wel 65 andere vogelsoorten kan nadoen. Feilloos. Zelfs als je een spectrogram maakt, dan kan je niet het verschil zien tussen de bosrietzanger en de vogel die nadoet. En deze vogel overwintert helemaal in Mozambique. Dus hij vliegt ieder jaar 10.000 kilometer naar Mozambique, 10.000 kilometer terug. En dat terwijl hij, nou wat is het, nou, 13, 14 gram weegt, ongeveer 3 suikerklontjes. Hij kan ongeveer 45 Europese geluiden nadoen van Europese vogels, maar omdat hij in Afrika overwintert, doet hij dus ook Afrikaanse soorten na. En in dit stukje zang wat je net hoorde, hoorde je iets van 6 of 7 andere vogelsoorten die feilloos nadoet. En waarom doet hij dat nou? Dat is ook dus interessant. Waarom doet hij niet gewoon zijn eigen liedje? Dat is dus omdat hij de bosrietzanger die de meeste verschillende soorten kan nadoen, die is het interessantst voor een vrouwtje. Dat zie je ook bij spreeuwen. Dat maakt hem als het ware sexy.
Dus ja, dat is de reden waarom die imiteert. En zanglijsters en spreeuwen, die gaan er soms nog veel verder in. Zover dat ze perfect scooteralarmen kunnen nadoen, mobiele telefoons. En dat, ja, dat hoor je wel eens in de stad. Dus je hebt op de, bij de Albert Cuypmarkt in Amsterdam heb je een zanglijster die echt perfect het geluid van een mobiele telefoon kan nadoen. Dus dat is, vind ik bijzonder interessant. Kent iemand deze vogel? Ja? Als je deze vogel niet kent, ja, dan moet je echt een keer naar buiten gaan, want dit is de koekoek. Hij roept zijn eigen naam. En de koekoek, die zingt koekoek, omdat hij een vrouwtje wil lokken, zoals ik net al zei. Hij is overigens een onomatopee, dat noem je dan. Net als klabam of kaboom in de Suske en Wiske of in de Donald Duck. Dat is ook een onomatopee, is een klanknabootsing. En die koekoek, die doet dat dus om een vrouwtje te zoeken, maar hij doet het ook om allemaal zangvogels achter zich aan te krijgen. Dus hij probeert de aandacht te trekken van allemaal andere vogels. Dus hij vliegt over zijn territorium, bijvoorbeeld in een, ergens in de duinen in Nederland. En vaak zie je dan zo'n mannetje koekoek, zie je met een hoorde woedende zangvogels in zijn kielzog door die duinen vliegen. En dat is omdat zij denken, als je naar die koekoek kijkt, wat valt je dan op? Waar lijkt hij een beetje op? Op een roofvogel inderdaad. Hij lijkt een beetje op een sperwer. En dat is ook een evolutionaire aanpassing van die koekoek. Over miljoenen jaren is hij op die sperwer gaan lijken. Omdat die zangvogels, die willen zo'n sperwer, die ze hun kan doden, willen ze wegjagen uit hun territorium. Dus ze zien die koekoek heel luid roepend vliegen. Gaan ze achter hem aanvliegen. En dan komt het koekoekvrouwtje. En die is bruin en onopvallend. En die heeft al een tijdje die nestjes heeft ze in de gaten gehouden van die andere vogels. Die sneakt dan dichterbij, eet snel een paar eitjes van die waardvogel, zo noem je hem. En legt dan haar ei in het nest van die bijvoorbeeld kleine karakiet. Dat luistert heel nauw, net als wij bijvoorbeeld blond haar, blauwe ogen hebben. Of donker haar, donkere ogen. Kan zo'n koekoekvrouwtje maar een ei leggen dat precies lijkt op het ei van één bepaalde andere vogelsoort. Dat is genetisch zo bepaald. Dus zij moet eerst de timing heel goed in de gaten houden en ze moet de soort heel goed in de gaten houden. In heel veel gevallen wordt dat ontdekt. Dan is dat, wordt dat ei door die karakiet uit het nest gewerkt. Maar in, laten we zeggen, 2 uit 3 van 10 gevallen hebben die waardvogels, die karakiet hebben niets in de gaten. Die gaan doodleuk op dat veel te grote ei broeden, want die koekoek is veel groter. En uiteindelijk komt dat koekoeksei net iets eerder uit dan de pleegbroertjes en zusjes. En die koekoek is nog kaal en blind, maar die heeft een soort indeuking hier in een van zijn wervels. En het eerste dat hij doet, door instinct gedreven, is al zijn ongeboren of zelfs soms al geboren pleegbroertjes en zusjes uit het nest werken. En dan zijn die ouders zijn gefopt, die pleegouders, die zijn alleen maar voedsel aan het aanvoeren. Als je dan zo'n karakietenouder van een koekoek aan het eind van het broedseizoen ziet, hebben ze soms helemaal kale plekken. Dat is zo, ik ben zelf net pa geworden en je zegt altijd, ja, dat is het mooiste wat er is. Oh, ik raad het iedereen aan, het is fantastisch, maar heb je een beetje grijzige huid, dodelijk vermoeide ogen. Zo is het een beetje dan bij die karakieten. En wat grappig is, dat koekoeksjong, die vliegt uiteindelijk naar Afrika, helemaal op eigen kracht, door instinct gedreven. En die komt dan uiteindelijk terug het jaar erop. Niet als een koekoek gevangen in het lichaam, of een kleine karakiet gevangen in het lichaam van een koekoek. Nee, hij komt terug als koekoek en dan flikt hij precies hetzelfde geintje als zijn ouders bij een andere karakietpaar. Ik dacht, dit is een leuke sidetrack, even dit verhaal. En dit is ook wel interessant. Vogels zingen dus in het voorjaar over het algemeen, de mannetjes. En dan zien ze er ook heel mooi uit. He? Dit is een blauwborst, een van de mooiste Nederlandse vogeltjes. Die ook nog eens heel mooi kan zingen. Hij is heel nauw verwant aan de nachtegaal, maar hij ziet er eigenlijk veel mooier uit. Maar in het najaar ziet hij er dus zo uit. En dan maakt hij alleen dit geluid. Dus veel minder spectaculair. En dat is dus doordat ze dus een enorme krachtinspanning moeten leveren om te zingen, om er zo mooi uit te zien. Een enorm risico moeten nemen om dus anderen, om een indruk te maken op een vrouwtje. Dat is een duingebied. Dit is wat een vogel vandaar de, met je kan doen. Bijna door. Kijk, daar zit je favoriet, onder in die meidoorn. Net over het hout heen kijken. Puttertje. Oh, puttertje, ja.
Ja, ik zie hem. Oh, mooi. Ja. Twee. Ho, ho, ho. Wat? Het is een bruine boszanger. Echt? Ja, bruine boszanger. Yes. Ja, hier ontdekte ik een bruine boszanger, ja, een vogeltje uit de Oeral. Ik heb er al eerder een ontdekt. Oh. En die ontdekte ik in... Ik ga geluid, ik ga nu wat ik ga doen. Moet ik, even, ik zet hem even stop. Die ontdekte ik in de duinen van Meijendel. En dat is op basis van één zo'n roepje. Dus voor de echt geoefende vogelaars kan je al die tjakjes en tikjes van vogels kan je dus echt ook herkennen. En dat is heel opvallend, of heel grappig, dat je soms als twee volwassen mannen van... jaar of 37, dat ben ik nu, sta je dan helemaal trillend van opwinding en de adrenaline gierend door je lijf, door een klein checkje van een 8 gram wegend vogeltje. Denk je altijd, oh ja, dat is mijn leven nu, dat is interessant. Maar over het algemeen zijn die roepjes, die zijn er voor vogels om te communiceren. En dat doen ze in grote groepen, zoals een groep met kauwen, dan klinkt het als alleen maar herrie. Maar ze kunnen ook alarmroepjes maken. Dit is het alarmroepje van een merel. En dat zit heel hoog, bijna op 8, 9 kilohertz. En de reden dat hij dat doet, is omdat zijn predator, zijn grootste gevaar, de sperwer, niet zo hoog in frequentie kan horen. Dus soms hoor je allemaal hele hoge geluidjes van mezen en merels. En dan weet ik al dat er een sperwer aankomt vliegen. Dus een soort luchtafweersysteem van die merels. En dan gaan ze dicht in een struik zitten. En dan zie je ze even niet. En dan komen ze, als die sperwer weer voorbij is, komen ze weer tevoorschijn. Dus dat is ook een belangrijke functie van roepen. Dus zingen is aangeleerd ten eerste. In het voorjaar over het algemeen. Roepen is genetisch. Dat doen alle vogels. Ook de jonge beesten, vrouwtjes. En dat heeft een communicatiefunctie. Raven... kunnen wel 56 verschillende roepjes maken. En een raaf is ook het meest intelligente dier op aarde. Ongeveer vergelijkbaar met een chimpansee of een orang-oetang. Een raaf heeft ongeveer hetzelfde intellectuele vermogen als een 4- of 5-jarig kind. En die raaf heeft dus een heel breed repertoire aan roepjes met allemaal andere betekenissen. En dat is soms zelfs zo complex dat ze net hebben ontdekt bij Yellowstone, Yellowstone National Park in de VS... dat raven kunnen communiceren met wolven. Dus kunnen met bepaalde roepjes kunnen ze wolven naar een verzwakt hert lokken. En dan mogen die raven daarna als enige aaseter tegelijkertijd mee eten met die wolven. Dus dat is wel, vind ik, echt een heel bruut nieuwe ontwikkeling. Vogels gebruiken ook geluiden. Dus stormvogels, die maken niet alleen geluid, maar ze kunnen geluiden heel laag in frequentie horen. Geluiden van rond de 1, 2 kilohertz. Dat zijn infrasone geluiden. En dat zijn geluiden die onder andere worden gemaakt door oceaanstromen en golfslag. En daarmee kunnen ze op geluid kunnen ze navigeren over de oceanen. Doordat ze eigenlijk, net als walvissen, die kunnen dat ook, dus geluiden heel laag in frequentie ook kunnen horen. Sommige vogels hebben niet serings, die kunnen geen geluid maken. Dus die maken gebruik van andere middelen. Dus een ooievaar die kleppert met zijn snavel om indruk te maken op een vrouwtje. In plaats van dat die zingt. En dan heb ik nog één heel lijp voorbeeld. Dat is de laatste, dat is de afsluiter. Dan zijn er ook vogels die geluid maken met een veren. Dus deze vogel, de watersnip... die heeft priemvormige buitenste staartpennen. En daarmee buitelt hij door de lucht. En dan gaat de wind die gaat langs zijn staartpennen. En dan krijg je dit geluid te horen. En dit maakt hij dus met die staartveren die je hier ziet. De wind die daar langs gaat. Dus als je dit ergens 's nachts in een weiland hoort, want ze doen dit 's nachts, dan is het een watersnip. En dan wil ik afsluiten met het feit, sta hier bij al die voorbeelden die ik heb genoemd, is een keer stil. Want het ochtendconcert van vogels is in de afgelopen 30 jaar best wel verstomd. Is met 50% afgenomen. Het aantal vogels in de stedelijke omgeving is met 50% achteruit gegaan.
Dat betekent dat alle insecten achteruit zijn gegaan en dat het hele ecosysteem om ons heen dreigt in te storten. En dat is heel belangrijk dat wij daarbij stilstaan, zodat wij daar op een gegeven moment ook iets aan kunnen doen. De keuzes die wij maken, zowel politiek en ja, hoe je je tuin inricht, producten die je koopt enzovoort. Dankjewel. Arjan, dankjewel. Super interessant, veel geleerd ook. Blijf nog vooral even staan, want we gaan nog eventjes de zaal in voor vragen. En ik heb er zelf ook wel eentje. Ja. Hey, je maakt een onderscheid tussen roepjes en zang. Ja. Kan je daar nog heel iets kort over duiden? Zeker, ja. Dus wat ik al zei, ten eerste, het grote onderscheid is dat zang is aangeleerd en roep is dus genetisch. Dus vogels, om het te leren, moet een jong vogeltje, als hij nog net uit het ei is, nog blind en kaal in het nest is, ligt, dan hoort hij zijn vader zingen. En zo leert hij langzaam de zang. Roepjes, dat zit er al ingebakken. En er zijn heel veel verschillende roepjes en die dienen ter communicatie met andere vogels. En zang heeft dus de functie territorium verdedigen, partner aantrekken. Roep is communicatie. Communicatie onderling. Ja. Ja. En als we dan tussen verschillende soorten, spreken die dan inderdaad dezelfde taal? Hebben die dezelfde roepjes? Herkennen ze dat ook van elkaar? Tussen dezelfde soort? Nee, andere soorten. Ja, ja, dus ja? Zo'n alarmroepje van een merel, goede vraag trouwens. Dat wordt ook herkend door mezen en andere vogels. Dat is een soort universele taal van, hey, er komt gevaar aan. En zo heb je heel veel roepjes die... bijvoorbeeld een goed voorbeeld is, je ziet het ook met andere dierenfamilies. Je hebt vast wel eens een natuurdoken gezien en dan zie je van die bavianen die gaan schreeuwen. En dan weten de gazellen dat er een luipaard aankomt, bijvoorbeeld. Zo moet je het zien. Ja, dus dat is niet alleen voor de eigen soort. Universeel, kunnen wij nog wat van leren met elkaar, een universele taal? Ik kijk even in de zaal, is Job Hondeveld, is die ook aanwezig? Ja, jij had volgens mij ook een hele mooie vraag. Wil je hem toelichten? Je hebt allemaal verschillende vogelzang en vogels benoemd. Nu ben ik toch wel benieuwd wat voor jou de meest spraakmakende vogel is. Ja, dat is het eerste geluid wat je hoorde. Dus het misthoornachtige geluid van de roerdomp. De roerdomp is mijn sparkbird. Dus de vogel waardoor ik op hele jonge leeftijd ben gegrepen. Waardoor ik echt van vogels kijken mijn grote passie heb gemaakt en uiteindelijk mijn beroep. En dat is, die vogel is een mythische soort, heel moeilijk te vinden, prachtig gecamoufleerd uiterlijk, hij is zeldzaam, je moet er echt voor op zoek gaan. En ja, dat geluid is fenomenaal. Wij stonden daar met kippenvel in dat rietmoeras en dat geluid dat dreunt helemaal door in je maag. En Gisbert, met wie ik daar stond, die zei eigenlijk, hij had net een burn-out gehad een tijdje daarvoor. Die zei, eigenlijk zou je iemand met een burn-out gewoon op een krukje in zo'n rietmoeras moeten neerzetten. En gewoon onderdaad te dompelen door het geluid van het moeras met die roerdomp als soort basmuziek eronder door. Ja. Ik kijk even de zaal in. Zijn daar vragen? Mogen de handen in de lucht? Ja, ik zie daarachter er ook eentje. Ja, gewoon eerst hier naar voren. Zeg het maar. Ja, ik ga van naar die kraaiensoort, de raaf, ja. De 56 woorden kind of ja, zo. Klopt. Ik heb gehoord dat kippen 30 woorden kind, waarvan ik maar 6 of 7 kan onderscheiden. Ja. Maar heb jij dan zo'n woordenboek voor die raaf? Weet je dat wel? Nou, je hebt dus echt, er is een van de, het geluid van de natuur dat ongeveer het langst bestudeerd is, zijn vogelgeluiden. En je hebt dus ook een database, Xenocanto. Alle geluidjes die je tussendoor hoorde in mijn lezing heb ik ook geript van Xenocanto. Daar staan tientallen miljoenen vogelgeluiden. We zijn daar geüpload door nerds zoals ik. En zijn er ook mensen die al het geluid analyseren. En dan zie je dus dat het extreem complex is, inderdaad. En dat hoe intelligenter de vogel vaak, hoe beter ontwikkeld de serings, het strothoofd, hoe breder zijn repertoire aan roepjes. En qua zang is anders. Hè? Bijvoorbeeld een nachtegaal kan wel 280 verschillende melodieën zingen. En een spotlijster uit Noord-Amerika, dat is de vogel met het breedste repertoire, die kan 2000 verschillende melodieën zingen. Ja. Ja, dat is een mooie afspeellijst. Ja, dat is een mooie afspeellijst, ja. Ik kijk nog even de zaal in. Zijn er nog andere vragen aan Arjan? Ja? Wordt het roepen? Ja,
Ja? Roepen, ja. Nee, ik vroeg me af, zijn er ook vogels die het geluid waar hun predator bang voor is namaken? Zodat ja, predator... ja, dat is al helemaal interessant. En ik heb... predaat, kan je dat nog eventjes toelichten? Ja, dus predator is een roofdier. En ik heb hier een lichtend voorbeeld van. Kraaiachtigen kunnen dus ook heel goed geluid nadoen. Gaai is ook een kraaiachtige. Ik woonde op een gegeven moment op de Vijzelstraat, 4 hoog, met een paar maten van me, in Amsterdam. Ja. En we hadden een dakterras en we hadden een kat, Cappy de kapitein. En die kat die werd iedere ochtend, een paar maanden lang, werd hij 's ochtends door het gemiauw van katten werd hij naar buiten gelokt. Maar dat was niet het gemiauw van katten, maar dat waren gaaien die hem perfect nadeden. En dan ging Cappy naar buiten, want kat is heel gespecialiseerd om te jagen, maar niet bijster intelligent. En die gaaien zijn super intelligent en worden natuurlijk wel eens bejaagd door die kat. Dus wat ze doen is het leven van die kat zoveel mogelijk zuur maken. Dus zo werd hij naar buiten gelokt, Cappy de kapitein. En dan ging één gaai die ging op de reling zitten en die ging de hele tijd miauwen naar hem. En dan ging Cappy daar steeds zo naartoe lopen. En dan ging zijn staart ging overeind staan van opwinding. En dan was er een andere gaai, die kwam zo van achter en die pikte hem dan zo midden in zijn krent. En dat was een eigenlijk dagelijks terugkerend fenomeen. Ja. Als je het over zuur, het leven zuur maken, ja. Het klinkt aardig zuur, ja. Inderdaad. Arjan, volgens mij weet jij heel veel van vogels, mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, leren we ook steeds meer, zijn er veel technieken om te leren over vogelzang en de betekenis daarvan en de roepjes en het communiceren, maar wat weten we nog niet? Ja, we weten eigenlijk, we beginnen steeds meer te begrijpen van vogels en het zingen, maar zoals met het mooie van de natuur is eigenlijk, weten we het overgrote deel nog niet. En we zijn pas net aan het uitvinden, bijvoorbeeld van die nachtelijke migratie, wat ik zei, dat 90% daarvan gebeurt 's nachts. Dus zonder dat wij het weten, iedere nacht vliegen er miljoenen vogels over Nederland heen, richting het zuiden, door instinct gedreven. En af en toe roepen ze, maar van 80-90% van die vogels weten we überhaupt niet wat het nachtelijke trekroepje is. Dus er zijn mensen nu met paraboolmicrofoon op een dak, die nemen die geluiden op. En ja, heel vaak nemen ze geluidje op en hebben we geen idee wat het is. Bijvoorbeeld een jaar geleden ongeveer kwamen we erachter wat het geluid van het nachtelijke trekroepje van een bonte vliegenvanger is. Ja, zo'n vogeltje die best wel algemeen broedt in Nederland en door heel Europa. En ja, dat hebben we pas een jaar geleden geleerd wat die überhaupt voor geluid maakt 's nachts. Ja. Ik begrijp dat we daarin eigenlijk nog best wel in de kinderschoenen staan. Ja. Dat er nog heel veel te leren valt. Ja, en we moeten het ook proberen te begrijpen. Omdat het is echt, wat je zegt, dit heet de stem van de natuur. En die vogels, zijn een soort klankbord van de natuur. We kunnen heel veel leren over de staat van de natuur. Door goed te luisteren naar zijn belangrijkste uithangbord, de vogelzang. Ja. Luisteren een kernwoord volgens mij, als ik dat zo hoor. Zeker. Ja. Daarom ga ik jullie straks over horen ook. Dan hebben we nog even, dat gebeurt pas op het einde. Is er nog een vraag aan Arjan? Een laatste dringende hand die omhoog gaat van Bernice? Ja, ik hoorde dat vogels zich ook aanpassen aan het lawaai in de stad. Dus dat er ook vogels zijn die gewoon veel hoger gaan zingen daardoor. En kunnen ze daar een beetje, want je zegt net 50% hoor je minder... Kunnen ze daarmee een beetje teniet doen? Dat is dus heel interessant. Ze hebben van zanglijsters bijvoorbeeld ontdekt dat ze maken dus een geluid hoger in frequentie en luider. Dat is omdat het geluid van trams en auto's heel laag in frequentie. Dus daar kunnen ze dan overheen komen. En inderdaad luider door al zijn omgeving. Dus iets van 10, 20 decibel luider zingen ze. En dan zie je dus dat er wel evolutie is, aanpassingsvermogen bij die vogels. Dat zie je ook met vogelmigratie. Zie je wel dat door menselijke toedoen moeten ze uitwijken van hun route. Bijvoorbeeld door klimaatverandering of dat wij een havencomplex hebben neergelegd waar dan ooit een belangrijke pleisterplaats à la de Waddenzee was. En dan zie je wel dat die vogels zich kunnen aanpassen. Maar het gaat wel geleidelijk. Hè? En verandering in de natuur gaat nu zo hard. Door de mens, dat het de vraag is, gaat het snel genoeg aanpassingsvermogen bij die vogels? Ja. Oké, okay. Met die woorden sluiten wij dit deel af. Geef Arjan een hartelijk applaus voor zijn bijdrage. Over de letterlijke stem van de natuur.
Wij schakelen over, en er zit natuurlijk deels overlap in, maar we gaan het hebben met elkaar over de politieke stem van de natuur. Dat gaan we doen met Bernice Bovenkerk. Zij is onderzoeker, filosoof en ethicus op het gebied van de relatie tussen mens en dier. Geef haar een heel hartelijk applaus. Ze komt hier naartoe. Ja. Kom erbij, Bernice. En Bernice gaat met ons in gesprek over de politieke stem van dieren en hoe we daar eigenlijk met elkaar meer gehoor aan kunnen geven. Voordat ik naar jou toe ga en wij in gesprek gaan met elkaar, wil ik eigenlijk eventjes een stelling voorleggen aan jullie, aan de zaal. Even kleur bekennen met elkaar. Dus het is, je bent het ergens of mee eens of mee oneens. Er zijn natuurlijk, kan daar discussie over ontstaan, dat is dan voor daarna. Maar de vraag die ik aan jullie wil voorleggen is, of eigenlijk is het een stelling, veel dieren ervaren net als mensen teleurstelling, rouw en verveling. Wie is het daarmee eens? Even handjes hoog in de lucht, dan kunnen wij het van de vier goed zien. Oké. Dus veel dieren ervaren net als mensen teleurstelling, rouw en verveling. Wie is het daarmee oneens? Blijven wel wat handen over. Ja, oké. Jij was het ermee eens. Ja, en denk je dat, of heb je dat ergens gelezen, dat ze eigenlijk wel veel eigenschappen die wij ervaren, dat zij die ook kunnen ervaren? Nou, ik heb wel eens zo'n natuurfilm gezien. En dan zie je wel eens dat een dier rouwt om een ander dier. Die overleden is of wat dan ook. En dan, dan denk ik wel van, ja, dat is het wel, er zit wel emotie in, ja. Oké, dankjewel. Ik zag hier ook iemand die het daarmee mee oneens is. Jij volgens mij. Wil je dat toelichten? Ja. Naar mijn mening hebben de meeste dieren eigenlijk niet het vermogen om gevoelens te kunnen ontdekken. En zoals het voorbeeld net van rouw. Ik weet dat een goed aantal dieren dat wel hebben. Zoals aap bijvoorbeeld, die bepaalde intelligentie natuurlijk wel bezitten. Maar ik ga nog steeds vanuit de meeste dieren eigenlijk dat vermogen niet hebben. Een onderscheid, hè? Een aantal dieren zullen dat vermogen wel hebben, een flink aantal, de meeste denk jij van niet. Nou, ik heb een expert hier aanwezig in de zaal bij ons. Bernice, hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, het wordt natuurlijk lastig als je inderdaad zegt de meeste dieren, hè? Want wat vat je daaronder? Ook bijvoorbeeld insecten, hè? Als je insecten ook meeneemt, wordt het misschien weer een ander plaatje. Tegelijkertijd, juist bij dieren waarvan we het voorheen niet verwachten, blijken er nu allerlei capaciteiten aanwezig te zijn die we niet voor mogelijk achten. Hè. Dus bijvoorbeeld, er is laatst een onderzoeker geweest en die heeft over hommels heeft hij heel veel onderzoek gedaan. Nou, het blijkt dat die hommels eigenlijk zelfs zoiets als cultuur hebben. Informatie aan elkaar kunnen doorgeven. Informatie die alleen maar binnen hun eigen kolonie zeg maar, beschikbaar is. Dat ze ook logisch kunnen redeneren. Hè. Ik kan heel kort uitleggen hoe dat dan werkt. Hij heeft proefopstellingjes gemaakt waarbij hij zeg maar, sap in een schaaltje deed met een touwtje eraan en een glazen plaat eroverheen. Hij liet een hommel los en dan liet een andere hommel kijken. Nou, die hommel die had binnen de kortste keren door dat hij aan het touwtje moest trekken om bij dat sap te komen. Vervolgens, de hommel die had toegekeken, die wist het meteen. En vervolgens wisten ook andere hommels in die kolonie die het helemaal niet hadden gezien, die wisten het ook meteen toen ze erheen vlogen. Wat hij daarna deed is dat hij het touwtje doorknipte en kijk van nou, wat gaat er dan gebeuren? Want dan zou hij doorhebben dat je dan niet aan dat touwtje kan trekken. Nou, die hommel die vloog over die glazen plaat heen, die zag het touwtjes doorgeknipt en die ging niet eens proberen eraan te trekken. Dus die heeft kennelijk toch logisch kunnen redeneren en bedenken, nou, dit heeft geen zin om daaraan te trekken. En dat is eigenlijk iets wat we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. Dat zo'n, wat wij dan als simpel diertje zien, dat die zulke gaven heeft. Dus ik denk eigenlijk vooral dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met we weten veel niet eigenlijk. Ook veel niet, nou dat zei Arjen net ook al. Maar we hebben tot nu toe ook eigenlijk de verkeerde vragen gesteld vaak. Omdat onderzoekers, ja, tot een, nou ja, 20 jaar geleden of zo, zaten ze heel erg vast in zo'n behavioristisch paradigma. Ja, want daar wilde ik even met je naartoe inderdaad. En daar hoort dus eigenlijk bij dat wij eigenlijk pas sinds kort, dus nu we weten van hey, dieren hebben meer capaciteiten dan we voor mogelijk hebben gehouden, dat je daar een shift in ziet in hoe wij daar naar kijken. Kun je dat iets verder toelichten? Ja, iets. Ik ga wat afstand van je. Ja. Ja, dus vroeger had men het idee van je kan alleen maar gedrag beschrijven en je kan eigenlijk daaruit geen conclusies trekken van wat er in een dier omgaat. En eigenlijk ook niet van wat er in een ander mens omgaat, maar een mens kan het ons vertellen en een dier niet. Ja, het behaviorisme. We zien iets en dat is het. We
Precies, en daar is eigenlijk wat wij dan, ik ben filosoof, dus we kijken naar drogredenen. Dat is de drogreden van onwetendheid. We zien iets niet, dus zal het tegendeel wel waar zijn. Dus zal er wel niks in die dieren omgaan. Het werd echt voorgesteld alsof het een soort black box was, hè? De hersenpan van het dier. We kunnen daar eigenlijk helemaal geen bijvoorbeeld intenties aan toekennen. We zien alleen maar gedrag en we kunnen dat beschrijven. En hoe is dat veranderd? Nou, dat is, op een gegeven moment is men van dat paradigma afgestapt, omdat men er eigenlijk achter kwam dat je daardoor helemaal niet inderdaad gedrag kan verklaren. Maar als je wel veronderstelt dat er iets zich afspeelt in zo'n dier en dat een dier emoties heeft bijvoorbeeld en motivaties, dan kun je veel beter dat gedrag verklaren. Toen is men ook andere vragen gaan stellen. Dus je ziet eigenlijk de laatste 10, 20 jaar dat er een ontzettende explosie is gekomen aan onderzoek naar allerlei vragen. Wat voor vragen zijn dat? Nou, bijvoorbeeld Frans de Waal, die kennen jullie vast wel. Bekende primatoloog uit Nederland die in Amerika werkt. Ja, die doet onderzoek naar bijvoorbeeld rechtvaardigheidsgevoel bij dieren. Hij werd zelf ook uitgelachen overigens toen hij dat in het begin deed. Door mensen of door de apen? Ja, nou, door de mensen werd hij uitgelachen. Waarschijnlijk ook door apen, maar die hadden misschien iets anders in gedachten. Maar dus men is andere vragen gaan stellen. Is er ook veel meer van uitgegaan dat dieren inderdaad kunnen communiceren met elkaar. Dat ze gevoelens hebben. Dat ze misschien ook, Arjen had het net over raven en gaaien. Daar is ook heel interessant onderzoek over gedaan, dat die bijvoorbeeld theory of mind hebben. Hè? En dat is zeg maar het idee dat jij doorhebt dat er iets in de hersens van een ander afspeelt. Okay. Ja. Ik kan vertellen op basis waarvan ze dat denken. Dus het was interessant onderzoek bij raven en gaaien in het wild. En dat zijn beesten die hun voedsel verstoppen in de grond. En ze kunnen niet alleen 1000 verschillende verstopplaatsen onthouden, maar ze kunnen ook weten wat de houdbaarheidsdatum is. Dus de wormpjes die ze verstoppen, die zullen ze eerder opgraven dan de nootjes en zo. Maar ook als er een andere vogel toekijkt terwijl zij dat aan het verstoppen zijn, dan komen ze later terug, gaan ze het weer opgraven en gaan ze even ergens anders neerleggen. Ja, alleen op het moment dat ze zelf wel eens eten hebben gestolen. Okay. Dus daar moet een soort redenering aan vooraf zijn gegaan. Van die kraai heeft mij gezien, of die raaf, of weet ik het wat. En daarom moet ik terugkomen, want die kan misschien het eten gaan stelen. Eigenlijk, ik kan iets jatten, dus die andere raaf zou misschien ook wel iets kunnen jatten. Ja. Ja, nou, samenvattend volgens mij dat je zegt van we ontdekken steeds meer capaciteiten door allerlei onderzoeken. Dus veel meer aandacht voor de laatste 10, 20 jaar. En met dat in gedachten wil ik eigenlijk graag naar de volgende stelling die voor ons klaarstaat. Dat wetende dus, er gaat vaak veel meer schuil in veel dieren dan dat wij voor mogelijk houden of waar we aandacht aan hebben besteed met elkaar. Mijn stelling die luidt, is het dan ook mogelijk om met een groep dieren te communiceren over de oplossing van een politiek probleem? Dus eigenlijk een stapje verder. Kunnen wij als mensen, door hoe we ons verplaatsen of hoe wij communiceren, kunnen wij in gesprek met dieren over een politiek probleem? Wie is het daarmee eens en zegt ja, ik denk dat dat kan? Mag ik handen zien? Ik zie één iemand heeft er vertrouwen in. Als je moet kiezen, eens of oneens. Dus wie is het daarmee oneens? Wie denkt nee, het is niet mogelijk om met een groep dieren te communiceren over het oplossen van een politiek probleem? De meerderheid zie ik. Oké. Hiervoor zag ik een hand. Jij denkt niet dat dat mogelijk is. Ik ben wat sceptisch. Ik denk, als ze het in Den Haag zelf al niet kunnen oplossen, hoe moet het met een groep dieren wel gaan lukken? Maar dat heeft meer te maken met de complexiteit van onze politiek. Ja. Inderdaad. Onderschatten we dan de dieren of overschatten we onszelf? Ja, hier. Iemand die wil reageren? Ja, misschien een aanvulling. Ik imke, dus ik weet dat mijn bijen doen heel veel zelf en communiceren heel veel met elkaar. Alleen de vraag is hier, van kunnen zij voor ons een probleem oplossen? Kunnen wij met hen een probleem oplossen waar we allebei last van hebben? Ik denk dat ze zelf heel veel meer kunnen dan wat ik denk dat ze kunnen. Maar of wij het met ze samen kunnen doen, vind ik, daarvan zeg ik oneens. Dan wordt het tricky. Oké, Arjon. Het gaat specifiek om mensenpolitiek of van politiek. Ik ga een voorbeeld geven. Het gaat over een stuk grond bijvoorbeeld. En ik noem een Schiphol. Ik noem mensen die graag Schiphol willen uitbreiden. En tegelijkertijd ganzen die daar gebruik van willen maken van de grond. Kunnen we dat met elkaar oplossen?
Oké. Ik zie nog niet zo heel veel enthousiasme. Ik zag wel wat handen van mensen die dachten, ja, dat kan. Mag ik die handen nog even zien? Dan een beetje positiviteit. Daarachter, ik kom straks nog aan de beurt, dus ik daar nog iemand. Wilt u dat toelichten? U hebt er wel vertrouwen in. Een knikje. Oké. Ja. Daar nog? Dus het gaat over dat wij een taal moeten leren om vervolgens dat gesprek te kunnen voeren. Oké. Nou, veel reacties, ook wel ideeën erover. Ik ga terug naar Bernice. Als ik jou deze stelling zou voorleggen, ben je dan net zo pessimistisch realistisch als de zaal? Of sprang er wat meer optimisme? Nou, allebei. Ik denk dat het wel kan. De vraag is of we dat willen. Hè? Want het heeft inderdaad wel veel voeten in de aarde. Wij moeten de taal van die dieren leren. En daar zijn we ook goed mee bezig. Hè? Arjen is al heel hard op weg, maar er is bijvoorbeeld ook een linguist in Maastricht die zich helemaal toelegt op dierentalen. Die heeft eigenlijk talen van melkkoeien al helemaal ontcijferd. En dat is niet alleen maar de vocalisaties, maar ook lichaamstaal bijvoorbeeld. Hè? Of hoe ze met hun hoofd naar elkaar toegedraaid staan en dergelijke. Die heeft jaren in melkveestallen doorgebracht, gefilmd, geanalyseerd, patronen herkend. Dat kunnen we met AI denk ik steeds sneller gaan doen. Dus ik denk dat we, hè, ze is nu met kippen bezig, met katten. Ik denk dat we best veel over die taal kunnen leren. Dat is natuurlijk nog niet hetzelfde als een politiek probleem oplossen. En de vraag hier is natuurlijk ook wat je onder politiek verstaat. En dat verstaan we heel gauw onder het menselijke systeem. Democratie, stemmen. De meeste stemmen gelden. Ja, en dat is denk ik niet een manier waarop we politiek met dieren kunnen bedrijven. We moeten geen Tweede Kamer gaan inrichten, zoals mijn collega al aangaf. Nou, je kan natuurlijk wel representanten van dieren in de Tweede Kamer zetten. Maar dierfilosofen die zijn eigenlijk al een tijdje bezig met dat begrip politiek oprekken. Want ook bij mensen bestaat politiek niet alleen maar uit stemmen, maar ook bijvoorbeeld uit demonstreren, uit verzet plegen. Dat zijn dingen die dieren ook doen, verzet plegen. Dus er is best wel grote literatuur inmiddels aan het ontstaan over bijvoorbeeld chimpansees in dierentuinen die hun ontsnapping plannen, die echt dagen, weken vooruit plannen, samenwerken daarin en het juiste moment afwachten om te kunnen ontsnappen. He, dus je zou kunnen zeggen, mijn onderzoek gaat over de agency van dieren, dat is gewoon eigenlijk actorschap, het idee dat ze vanuit hun eigen wil kunnen handelen, een eigen perspectief op hun leven hebben. Dat zie je hier heel duidelijk. Ze tonen dat actorschap door verzet te plegen. En dat wordt een politieke daad eigenlijk. Nou ja, op het moment dat je gaat communiceren, je kunt wat dieren zelf al onderling doen, is communiceren door middel van signalen bijvoorbeeld. Of dat ze inderdaad elkaars geluiden kunnen herkennen. Maar ook bijvoorbeeld het achterlaten van een kras op een boom. Ja, en dan gaan we eventjes naar een voorbeeld, concreet voorbeeld. Die staat ook voor ons klaar. Ja, daar hebben we over gesproken. En dat brengt ons eigenlijk ook bij Nick ter Beek. Is die ook in de zaal aanwezig? Nee? Nick die vroeg eigenlijk van hoe zouden we dat dan kunnen doen? En kan je daarbij dus een voorbeeld geven waarbij een bepaalde manier van communicatie over een gezamenlijk probleem mogelijk is? En toen kwam je eigenlijk uit bij de beer. Ja, dat is maar één voorbeeld, hè? Maar in Amerika hebben ze zo'n een beleid om met beren om te gaan. Vanuit het idee van, nou, die beren hebben recht om hier te zijn, wij hebben recht om hier te zijn, we willen geen gevaarlijke situaties hebben. Dat betekent sowieso al dat mensen zich anders moeten gedragen, dus geen afval achterlaten bijvoorbeeld. Maar ook dat als er af en toe een probleembeer is, dat die het signaal krijgt van we willen je hier niet of je moet hiermee ophouden. Dan hebben ze een zogenaamde three strikes you're out beleid, dus de eerste keer dat hij iets doet, dan jaag je hem weg met rubberen kogels bijvoorbeeld. Tweede keer zorg je dat hij ergens anders geplaatst wordt. Hè? Zorg je dat je met een pijltje hem bewusteloos maakt. Je zet hem ergens anders uit. Als hij dan toch nog terug blijft komen, nou, dan geef je nog één kans. Zo niet, dan wordt afgesproken dat ze dat dier dan doodmaken. Maar dat is een vorm van communicatie waarbij je laat zien van, nou, dit is jouw gebied, dit is ons gebied. He, dus dat is ook, zou ik zeggen, een vorm van politieke communicatie waarbij we het dan hebben meer over politiek tussen verschillende soevereine staten. He, ook tussen soevereine staten bij mensen zijn er bepaalde afspraken.
En wij stemmen niet onderling, daarover, we zijn natuurlijk niet burgers van een internationale gemeenschap, maar er zijn wel afspraken over waar leggen we de grens, wat doe je wel of niet. Dus dat is ook een vorm van politiek bedrijven, zou ik willen zeggen. En dus je moet wel een beetje verbinden. Vraagt om een andere benadering van hoe we daar naar kijken. Ja. Wat je onder politiek verstaat. Ja. En wat is daar dan vanuit ons mensen voor nodig als we die benadering zouden gaan toepassen? Nou ja, ik denk ten eerste dat, omdat we nu zoveel meer informatie hebben over wat er in dieren omgaat, dat we dat ook echt moeten internaliseren en ons realiseren dat de meeste dieren ook een perspectief op hun eigen leven hebben. En wij dus niet per definitie degene zijn die het beter weten hoe het moet. Dus we moeten ons openstellen voor wat die dieren eigenlijk willen. En samenleven met dieren, zeker als het om wilde dieren gaat, is helemaal niet makkelijk. Dat moeten we ons ook realiseren. Maar er is ook een stroming in de dierfilosofie, politieke dierfilosofie. Ja, daarin wordt gezegd, als je naar rechtvaardigheid kijkt, dan is het onrechtvaardig als de dieren altijd degene zijn die aan het kortste eind trekken en wij altijd het voordeel halen. Dus ook op het moment dat samenleven moeilijk is, moet het niet zo zijn dat wij altijd degene zijn die het voordeel hebben en dat zij altijd het met de dood moeten bekopen, bijvoorbeeld. Ik weet niet meer wat je vraag was eigenlijk, maar ik ben een beetje doorgegaan. Ja, mijn vraag was eigenlijk, en dan ga ik even naar de zaal toe. Wat vraagt dat van ons mensen? Dat die nieuwe benadering die jij eigenlijk beschrijft, en voor jou is die misschien minder nieuw dan voor ons in de zaal? Ja, het vraagt veel. Hè. Het is niet makkelijk, maar het is denk ik wel wat rechtvaardigheid van ons vereist. Het vraagt dat we ons veel meer inleven in dieren, eigenlijk een beetje zoals wat Arjan beschreef, hè. Door heel goed te observeren en je ook voor te stellen vanuit dat dier van waarom doet hij dit en in wat voor soort situatie leeft hij, wat voor soort niche en waarom handelt hij. Zo moet je ook dieronderzoek gaan doen. Ja, dus begrijpen. Het begint bij begrip en bij het voortzetten van die dierentalen. En we zijn nu bijvoorbeeld bezig met kippen. Nou, kippen, 30 verschillende geluidjes. Er is één geluidje bij wat het geluksgeluidje is. Nou, wat we nu dan doen is in stallen voeren we ze levende maden. En dan gaan we kijken of dat dan dat geluksgeluidje oplevert. Hè, dus je kan het gewoon aan ze vragen. Ja. Wil je dit of niet? Ja, als je de taal spreekt, dan wordt communiceren makkelijker. Ja, oké. Okay. Levert dit vragen op? Dat is mijn vraag aan jullie. Is er iemand die... hier zo voor. Ja. Ja, met zo'n met deze kennis kom je er eigenlijk buiten dat dieren veel gelijkwaardiger zijn aan ons dan we lange tijd gedacht hebben. Kunnen we ze dan nog wel doden om te eten? Dat vind ik dan wel een... Hoe worden daarover gedacht door mensen zoals jullie? Om er maar even een vraag in te gooien. Tenzij je misschien dat dier... Kijk, dieren doden elkaar in de natuur ook. Hè? Dat is vaak het argument. Maar de manier waarop wij nu met dieren omgaan, waarop we ze houden, daar zit niks natuurlijks aan. Dus ik kan me voorstellen, als je naar een heel ander soort systeem gaat, waarbij je dieren weer gaat jagen, je geeft ze alle vrijheid, of je eet ze aan het eind van hun leven. Dat vind ik een ander verhaal. Maar de manier waarop nu met dieren wordt omgegaan, ja, ik ken geen enkele diereticus die al die informatie heeft die zegt, ja, dat is prima. We gaan richting het einde, Bernice. Dankjewel. Ik kom straks nog even bij je terug met een vraag. Maar geef Bernice een heel hartelijk applaus. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar de laatste gastspreker van vandaag. En zij gaat het met ons hebben over de juridische stem van de natuur. We hebben de letterlijke stem gehad met Arjan. De politieke stem zijn we langs gegaan. En nu gaan we het hebben over de juridische stem. Jessica den Outer, ze is juriste en gespecialiseerd in internationaal milieurecht. Ze schreef het boek Rechten voor de Natuur, waar je haar misschien van kan kennen. En met ons bespreekt ze de ontwikkelingen en mogelijkheden in het toekennen van rechtspersoonlijkheden aan natuurgebieden. Dus we stappen even af van de dieren en we gaan naar een ander vlak van natuur, natuurgebieden. Mag ik een heel hartelijk applaus voor Jessica. Superleuk om hier te zijn, vooral na de inspirerende vorige sprekers. Ik denk dat het een heel mooie opbouw is, waarbij we eerst de letterlijke stem van vogels hebben gehoord. Daarna de politieke stem van Bernice. En nu wil ik jullie een voorbeeld geven aan hoe die stem van de natuur echt handen en voeten eigenlijk kan krijgen. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren, maar zoals
Britt al zei, ik ben juriste, dus ik kijk naar het recht. Dus we gaan het hebben over rechten voor de natuur. Misschien wel leuk om eerst te vragen, wie heeft hier wel eens van gehoord? Dan mag je hand opsteken, van rechten voor de natuur. Oké, nou dat vind ik een mooie opbrengst. Want vaak als ik het hierover heb, dan weten heel veel mensen niet wat rechten voor de natuur is. En dat terwijl het een van de snelst groeiende juridische bewegingen van de 21ste eeuw is. Dus ik ga het niet juridisch maken, ik ga jullie meenemen in het verhaal achter die rechten voor de natuur. En vooral heel praktisch, want hoe geef je nou invulling aan die stem van de natuur? Ik wilde met jullie beginnen in 1972. Toen was er een rechtenprofessor, hij heette Christopher Stone. En in de Verenigde Staten gaf hij les aan zijn rechtenstudenten. En ik kan het weten, ik ben jurist, maar rechten studeren is best wel saai soms. En hij was blijkbaar een vak aan het geven over eigendomsrecht. En tijdens zijn college vielen de studenten een beetje in slaap en letten ze niet meer heel erg op. En om zijn studenten weer wakker te maken, vroeg Christopher Stone aan zijn studenten, wat nou als bomen rechten zouden hebben? Wat nou als de natuur rechten zou moeten hebben? En het schijnt dat de studenten weer opleefden en dat ze een levendige discussie hielden over hoe het recht zich had ontwikkeld. En het recht is altijd in ontwikkeling, vooral naar aanleiding van de normen en waarden die heersen in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die niet alle rechten hadden die mannen wel hadden. Doordat de normen en waarden ontwikkelden in de maatschappij, hebben we nu ook recht toegekend aan vrouwen. Ooit zagen we tot slaafgemaakte mensen, Afrikanen, als eigendom van slavenhouders. Zagen we ze letterlijk niet als mensen met eigen rechten. Nou, nu is dat onvoorstelbaar dat je zou zeggen, nou, ik heb het recht op leven en het recht op voedsel en water en jij niet. Nou, dat argument gebruiken we eigenlijk ook voor rechten voor de natuur, waarbij we zeggen, ja, hoe arrogant is het eigenlijk om te zeggen dat wij een bestaansrecht hebben op deze aarde, maar de rest van de natuur niet. De aarde die al miljoenen jaren bestaat, waarbij wij mensen een minuscuul gedeelte uitmaken van die geschiedenis. Nou, dat beschreef Christopher Stone in 1972 in dit artikel, Should Trees Have Standing? En hij zei, het is dus één ding om te zeggen dat de natuur bepaalde rechten heeft. Die rechten ontwikkel je op basis van wat de natuur nodig heeft. Ik heb als mens bijvoorbeeld het recht om te stemmen, maar een rivier heeft niet zoveel aan stemrecht. Dus daar ontwikkelen we andere rechten voor, bijvoorbeeld het recht om te stromen, vrij te zijn van vervuiling, ecologische processen in stand te houden. Maar de belangrijkste vraag waar we het vandaag over hebben is natuurlijk, ja, hoe geef je dan een stem aan de natuur? Hoe kan een rivier dan voor de rechter verschijnen om te pleiten voor zijn eigen rechten? Nou, zei Christopher Stone, dat kan wel. Want bedrijven, universiteiten, schepen, gemeenten, waterschappen zijn allemaal rechtspersonen. En rechtspersoonlijkheid, ik had beloofd het niet juridisch te maken, is eigenlijk een manier om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wij mensen hebben rechten en kunnen bijvoorbeeld een advocaat huren die pleit voor onze belangen. Maar bijvoorbeeld bedrijven als Shell, die doen ook mee in de maatschappij. Die gaan ook contracten aan, kunnen rechtszaken aanspannen, kunnen zelf aangeklaagd worden. En om mee te kunnen doen in die maatschappelijke eigenlijk uitwisseling, hebben zij rechtspersoonlijkheid. En worden er dus bijvoorbeeld vertegenwoordigers aangewezen die kunnen pleiten voor de rechten en de belangen van die rechtspersoon. Nou, zei Christopher Stone, daar hebben we het. Eigenlijk is dat het model wat we ook op de natuur kunnen toepassen. Dus ook rivieren, bossen, bergen en dieren kunnen rechtspersonen zijn en dus verschijnen door de rechter middels voogden. En het mooie aan Christopher Stone is, hij is echt een held en een voorbeeld van mij, want in 1972 was dit de eerste keer dat de jurist zo'n idee opperde. En in zijn artikel schreef hij al, ik weet nu al dat mensen dit een bizar idee gaan vinden. En dat ze tegen mij gaan zeggen, maar de rivier kan helemaal niet spreken, de rivier heeft geen stem. Nou, zei Christopher Stone, dat vind ik onzin, want ook wij mensen vullen in voor bedrijven wat zij willen. En wij mensen kunnen echt wel zien aan de rivier, als hij ernstig vervuild is, dat hij dat niet wilt. Dus het is niet zo'n uitdaging om invulling te geven aan die stem van de natuur, als je die leert begrijpen en kijkt naar wat de inherente, de natuurlijke rechten zijn die die zou moeten hebben. Ik vertelde jullie al dat Christopher Stone dit idee in 1972 opperde. En dat veel mensen dachten, wat een bizar, wat een romantisch idee. Dat gaat nooit werkelijkheid worden.
En dit is mijn favoriete gedicht van een advocaat in 1972. Die dat verhaal las van Christopher Stone en die zei, nou, dit is zo bizar, hij schreef er een gedicht over en het is in het Engels, het is een klein stukje. Maar hij zegt eigenlijk, ja, hoe kan ik rustig onder een boom zitten als het mij binnenkort kan aanklagen? Ah, maar dit kan beide kanten op gaan. Dus ik kan ook mijn buurmans boom aanklagen als zijn blaadjes op mij vallen. Nou, en dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe er in 1972 gedacht werd over dit onderwerp dat de natuur eigen rechten zou kunnen hebben. Maar, lieve mensen, ik noemde het al in het begin, 1972 nog een romantisch idee, maar ondertussen door de Verenigde Naties vastgesteld dat dit de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw is. Dus na het laatste onderzoek zijn er ongeveer 37 tot 40 landen die rechten voor de natuur hebben vastgelegd in wet en regelgeving. Er zijn er ongeveer 409 burgerinitiatieven over de hele wereld van mensen die pleiten dat de natuur ook rechten zou moeten hebben. En het mooie is dat die beweging, dat is het meest inspirerende voor mij, dat het altijd uit burgers bestaat. Dus ook als je kijkt naar vrouwenrechten en tot slaafgemaakte, de slaven of de emancipatie van de andere mensen, zie je dat dat altijd geïnitieerd is door burgerbewegingen, demonstraties, petities en zo ook voor de rechten voor de natuur. Dus er zijn altijd studenten, bijvoorbeeld in Spanje, inheemse volkeren, bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, mensen die vervuiling zat zijn in Bangladesh, die opstaan voor die rechten voor de natuur. Nou, waar heb je het dan over? Ik kan hier uren over praten, maar ik heb maar 15 minuten. Dus ik ga jullie heel kort vertellen wat voor mooie voorbeelden je kan vinden. Je kan denken aan rechten voor moeder aarde in Ecuador, waar moerassen, haaien, chimpansees, vogels, bossen, moerassen, rivieren rechten hebben. Je kan denken aan de 200 rivieren in Bangladesh die allemaal een rechtspersoonlijkheidsstatus hebben. Je kan denken aan een wilde plant, wilde rijst in de Verenigde Staten, een plant met rechten, echt waar. Je kan denken dus aan dieren waar we het al over hebben gehad met rechten over de hele wereld. En onlangs in Spanje een meer, Mar Menor, het eerste Europese natuurgebied met een eigen rechtspersoonlijkheidsstatus. Dus van Antarctica tot aan Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, overal leeft het. Nou, ik had maar 15 minuten, dus ik dacht ik ga jullie de beste voorbeelden geven om heel kort jullie mee te nemen. Hoe geef je daar nou invulling aan? Nou, dit is de Whanganui-rivier in Nieuw-Zeeland, in het noordelijke eiland. En dit is voor mij in 2017, toen ik nog rechten studeerde, het eerste voorbeeld wat ik ooit tegenkwam. En als rechtenstudent leerde ik niet over rechten voor de natuur. Ik leerde dus alleen dat bedrijven, gemeenten, waterschappen rechtspersonen waren. En toen ik las over dit voorbeeld, dacht ik, waarom heb ik daar nooit wat over geleerd? Ik ben namelijk gespecialiseerd in milieurecht, dus dan zou je denken dat je hier wel over leert. Nou, en wat zo opmerkelijk is aan dit voorbeeld, is dat het eigenlijk niet over natuurbescherming gaat. Het gaat eigenlijk over de Maori, het inheemse volk van Nieuw-Zeeland, wat al generaties lang in de bepaalde harmonie met de natuur daar leeft. Al 150 jaar lang hadden de Maori een conflict met de Nieuw-Zeelandse overheid, want sinds de Britse kolonisten kwamen in de 18e eeuw, veranderde het beheer en beleid ten opzichte van de Whanganui-rivier. Dus je moet je voorstellen, de Maori leefden al generaties lang langs deze rivier. En zij zeggen, ja, wij gebruiken de rivier niet alleen voor onze eerste levensbehoeften, bijvoorbeeld voor water, vissen, schoonmaken. Maar wij zien de rivier ook als een spirituele voorouder, echt als een mentor. En om invulling te geven aan die spirituele relatie, hebben zij ook bepaalde ceremonies die ze uitvoeren rondom de rivier. Maar sinds de komst van de kolonisten veranderde het beheerbeleid, werden er dijken gebouwd, werd de rivier beperkt, gingen er boten varen. En dat alles leidde ertoe dat deze rivier ernstig vervuild raakte en dat de Maori zeiden, ja, wij kunnen onze traditionele manier van zijn met de rivier niet meer uitvoeren. Nou, een 150 jaar lang conflict kwam er dus. En aan het einde, in 2017, kwamen ze tot een soort oplossing. En zeiden ze, we maken van deze rivier een rechtspersoon. Dan is de rivier letterlijk van niemand, dan is die van zichzelf. En dan hebben we eigenlijk beide, de Nieuw-Zeelandse overheid en de Maori, een soort van tegemoet gekomen.
Nou, hoe heeft dat een praktische invulling? In de wet staat dus, wij zien de rivier als een levend en ondeelbaar geheel. Dus van het ontspringen in de bergen tot aan het uitmonden in de zee, de rivier kun je niet in stukjes oppakken, dat is één ecosysteem. De rivier heeft het recht om vrij te stromen, vrij te zijn van vervuiling. En het belangrijkste waar we het vandaag over hebben, de rivier heeft een menselijk gezicht. En dat zijn voogden die we aanstellen. Nou, in Nieuw-Zeeland hebben ze ervoor gekozen om de helft van de voogden zijn Maori-leiders en de andere helft zijn mensen van de Nieuw-Zeelandse overheid. En samen vormen zij het menselijke gezicht van de rivier en hebben ze dus juridische bevoegdheden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld rechtszaken aanspannen, maar bovenal vertegenwoordigen ze de belangen van de rivier in menselijke besluitvorming. Nou, toen ik dit voorbeeld las, dacht ik, wow, wat gebeurt er dan in de praktijk sinds die rivier een rechtspersoon is? En ik ging op zoek naar rechtszaken, want ik dacht, ja, daar gaat mijn juristenhart sneller van kloppen. En die kon ik niet vinden. Wat ik wel kon vinden, is een artikel in de CNN, waarbij een journalist aan de Maori-leider vroeg, waarom spannen jullie geen rechtszaak aan tegen vervuilers van de rivier? Want jullie zijn nu voogden van de rivier, jullie hebben allerlei juridische bevoegdheden. Nu kun je toch vervuilers voor de rechter slepen? De Maori-leider zei dit. Dat is totaal niet wat wij willen bereiken met deze wet. Voor ons gaat rechtspersoonlijkheid om het omdenken, om een paradigma-shift. Het gaat erom dat we nu namens de rivier kunnen spreken en dat ook wij gehoord worden. Dus het gaat helemaal niet om het voeren van rechtszaken. Het gaat erom dat we de dialoog aangaan. En dat is wat ik heb gevonden. Geen voorbeelden van rechtszaken, alleen maar meer dialogen die gevoerd worden. Als er bijvoorbeeld een brug wordt gebouwd over een rivier, zorgen ze er altijd voor dat er voogden aan tafel zitten die het belang van de rivier representeren. Nou, ik vertelde al, ik ben milieujurist en toen dacht ik, na al die internationale voorbeelden, ook in Nederland hebben we ontzettend bijzondere natuur die ook bescherming behoeft. En omdat deze beweging zo snel in ontwikkeling is, waarom hebben we dat niet in Nederland? En we begonnen eigenlijk bij de Maas en de wet. Want als je onderzoek doet naar de Maas, dan zul je zoveel mazen in de wet vinden, dat het hartstikke nodig is om die Maas in de wet te krijgen. Heel klein voorbeeld, hier kan ik ook uren over praten, maar zo wordt er bijvoorbeeld legaal toegestaan dat er 14.000 kilo microplastics per jaar legaal in de Maas geloosd wordt. Nou, daar word ik kwaad om en daarom zeggen wij, de Maas heeft rechten, bijvoorbeeld om vrij te zijn van vervuiling, en hoort voogden te hebben die in dit soort loosingsvergunningen ervoor kunnen zorgen dat dat niet wordt toegestaan. De Maas in de wet is één voorbeeld. We hebben ook een campagne lopen voor de Waddenzee. En op dit moment zijn we bezig met D66 om een wetsvoorstel te schrijven voor rechtspersoonlijkheid van de Waddenzee. We zijn bezig met de Partij voor de Dieren om een grondwetsvoorstel te schrijven voor rechten voor de natuur. We hebben een campagne lopen in Amelisweerd, waarbij we zeggen, ja, overheid, jullie willen de A27 uitbreiden, maar nemen jullie het perspectief van de 200 jaar oude eiken en beuken wel mee die in dit gebied staan? En zo is er ook bijvoorbeeld een ambassade van de Noordzee, waar eigenlijk heel erg mooi aansluit op het verhaal van Bernice, die een invulling geeft aan de politieke stem van de Noordzee. Dus er speelt van alles. En nu ben ik volgens mij aan het einde van mijn tijd, dus ik wilde afsluiten met een soort inspiratie. Wat kun je nou doen na vandaag als je denkt, die stem van de natuur, hartstikke belangrijk, maar wat kan ik doen? Nou, we zijn in Deventer langs de IJssel en er is een voorbeeld van een meneer, Wim Eikelboom, die het verhaal van rechten voor de natuur hoorde en dacht, hoe kan ik als burger, zonder dat ik per se jurist ben, een invulling geven aan dat verhaal? En hij sprak in 2021 in de gemeenteraad Zwolle namens rivier de IJssel, toen er plannen werden gepresenteerd om woningen te bouwen langs de IJssel. En in zijn bijdrage, dat kun je online vinden, zegt hij, ik als IJssel stroom al eeuwen langs Gelderland en Overijssel. Ik heb mijn landschap zien veranderen. Jullie dijken mij telkens in. En we moeten plaatsmaken voor economische en maatschappelijke belangen van de mens. Maar wie neemt nou eens mijn perspectief mee? Nou, hij gaf dus een hele bijdrage en het schijnt dat aan het einde van de gemeenteraad iedereen aan het klappen was en dat een PvdA-raadslid twitterde, een historisch moment, nog nooit eerder heeft de rivier gesproken in onze gemeentezaal.
Dus het is een heel mooi voorbeeld van hoe jij als burger jouw inspreekrecht kan gebruiken om aandacht te vragen voor de stem van de natuur. Dank jullie wel. Dankjewel, kom erbij. Goed getimed dat kwestie. Zeker weten, ja. Mooi ook om lokaal af te sluiten. De IJssel, die kennen wij hier natuurlijk in Deventer. Het is ook een beetje mijn rol om de advocaat van de duivel te spelen. Er stond afgelopen week een artikel in de Groene Amsterdammer van Frank Westerman. En die was eigenlijk ook wel kritisch op deze beweging. Hij stelde de vraag, hoe kunnen wij weten als mensen wat de natuur wil? En wil de natuur, wil de IJssel wel iets? Hij zei ook, gaat het niet meer om plichten voor mensen? Dus dat we onszelf de plicht geven om beter voor de IJssel, laten we die als voorbeeld houden, te zorgen. In plaats van rechten aan de IJssel te verschaffen. Wat is daarop jouw reactie? Ten eerste is het goed om te vertellen dat wij nog een reactie aan het formuleren zijn op dit artikel. Want wij vonden helaas dat het niet heel goed ingelezen was, niet heel goed onderbouwd met de wetenschappelijke rapporten die al uit zijn over recht voor de natuur. Die ons laten zien dat het wel mogelijk is. En ik denk ten eerste om in te gaan op die vraag, dat had ik gehoopt ook al in mijn presentatie te laten zien. Ja, hoe kunnen wij nou weten wat de natuur wil? En ik denk dat ik daarvoor toch echt wel een beroep plaats op vooral de inheemse volkeren die deze beweging echt leiden. Die zeggen, ja, wij zien echte verandering in het gebied. Wij kunnen echt invulling geven daaraan. En om het nog praktischer te maken, want dat vinden wij Nederlanders fijn. In Spanje bijvoorbeeld hebben ze dus rechtspersoonlijkheid gegeven aan een meer. En toen kwamen ze voor de grote vraag te staan, ja, wat is dat meer nou eigenlijk? Is dat alleen het water? Of waar houdt het ecosysteem op? En daarvoor hebben ze gewerkt met ecologen. Die hebben gezegd, nee, je moet ook het land om het water nemen. Want alles staat met elkaar in verbinding. Dus voor mij laat dat ook zien dat we ook meer naar wetenschappers moeten luisteren. Die kunnen ons echt vertellen wat de natuur nodig heeft. En in Spanje moeten die wetenschappers dus ook elk jaar een rapport schrijven waarbij ze zeggen, dit zijn herstelmaatregelen die genomen moeten worden om de ecologie van dit meer te herstellen. Nou, en daar heb je het voorbeeld van hoe het recht om vrij te zijn van vervuiling een praktische invulling krijgt. Dus ik denk dat het mogelijk is, maar we moeten breder durven kijken zoals in de vorige presentaties al naar voren kwam. Dankjewel, ik neem weer even over. Dus je zegt luisteren naar inheemse volkeren die al jaren samenleven. Wetenschappers moeten een grotere stem krijgen. En dan is het dus mogelijk om te weten wat de natuur zou willen. Enigszins, oké. Okay. Ja. Waarom is volgens jou juridisering de oplossing? Ik denk dat het juist geen juridificering is. Het voorbeeld wat ik gaf is om aan te tonen dat het niet tot meer rechtszaken leidt. Het leidt tot beter dialoog voeren, waarbij je je openstelt voor meer perspectieven dan alleen de menselijke. En misschien ook goed om nog kort te zeggen dat dit zo nodig is, omdat binnen milieuwetgeving draait het eigenlijk om het in beperkte toestaan van economische en maatschappelijke activiteiten. Ik licht het heel kort toe, maar ik zei al, de Maas, 14.000 kilo microplastics per jaar mag geloosd worden onder huidige lozingsregels. We stellen dus gewoon normen op voor dit soort activiteiten, terwijl we in het geval van microplastics nog helemaal niet weten wat voor effect dat gaat hebben in de toekomst. Dus vooral dat voorzorgsmaatregel, dat moet beter geïmplementeerd worden. Dankjewel. Dat waren mijn vragen. Ik zie al één hand in de lucht. Zijn er nog andere vragen aan jou, aan Jessica? Twee handen. Ik loop even die kant op. Arjan? Ja, het lijkt me ook soms heel complex. Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld, stel je wil een veenweidegebied stem geven. Dan kan je natuurlijk ook verschillende partijen, menselijke partijen hebben die een verschillende invulling van wat het beste is voor zo'n veenweidelandschap. En dan kan ik me voorstellen dat bijvoorbeeld de intensieve landbouwsector daar misbruik van zou kunnen maken. Die zegt, nou ja, het is het beste als wij dat grondwaterpeil omhoog gooien en zoveel mogelijk koeien neerzetten. Terwijl ik dan als een natuurliefhebber een heel andere invulling. Hoe kan je zorgen dat zoiets niet gebeurt, vroeg ik me af. Deze doet het gewoon, toch? Ja, okay. Klopt. Ja, je was net dubbele dekking had je. Ja. Nee, dat is natuurlijk waar we het vandaag over hebben. Wie is dan ook de juiste stem voor de natuur? Wie kan die voogdenstatus op zich nemen voor de natuur? Nou, het voorbeeld van Nieuw-Zeeland vind ik zelf een heel sterke. Daar is de wet heel duidelijk in. Die zegt,
Deze mensen worden aangewezen als voogd van de rivier. Die hebben als enige mandaat het representeren van de rivier. Dus daar mogen geen andere belangen spelen. Daar is een toezichtscomité die ervoor zorgt dat de voogden hun taak goed uitvoeren. Dus door de wet op zo'n manier op te stellen, kun je ervoor zorgen dat zij binnen hun mandaat blijven en enkel de natuur representeren. Hoe los je conflict op als er meerdere voogden zijn? Ja, dat ligt er dus ook heel erg aan de vraag, wie ga je dan inderdaad als voogd aanwijzen? Dus sowieso moet de wet er zo zijn op ingesteld dat het mandaat beperkt wordt en dat er toezicht op wordt gehouden. En daarbij moet je ook kijken, bijvoorbeeld in Spanje hebben ze het heel slim opgelost. Daar hebben ze gezegd, ook burgers mogen de stem van Mar Menor, dit meer met rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordigen. Maar welke burgers mogen dat? Alleen de burgers die hebben bewezen dat ze zich hebben ingezet voor de ecologie van Mar Menor. Een vertaling hiervan, want dit is een juridisch en ik heb het nog simpel proberen uit te leggen. Hiermee willen ze ook boeren een stem geven om dat meer te representeren. Maar alleen biologische landbouwboeren, want die hebben meegewerkt met de ecologie van Mar Menor en niet mensen die er tegenin gaan. Dus op die manier kun je het zo indelen. En dan blijft natuurlijk de vraag, ja, wie geef je die status? Dus dat is in elk land anders. Dankjewel. Ik ben ook wel benieuwd, ik weet dat er wat rechtenstudenten in de zaal zitten. Lopen we eventjes naartoe. De minorrecht volgen jullie volgens mij. Hoe kijken jullie hier tegenaan? En ik ben heel benieuwd. Hebben jullie hierover geleerd, over deze beweging? Nee, dat is echt voor het eerst dat ik dit hoor. Maar ik vind het wel heel interessant. Ik heb hier nooit zo op die manier over nagedacht. Ik zag niet echt de natuur als een rechtspersoon. Maar ik vind wel dat het belangrijk is dat het wel de rechtspersoonlijkheid krijgt. En ook een stem heeft. Want het is een groot, ja, ook deel van ons leven. Ja, dat zoek ik een beetje over aan. Ja, misschien een heel korte toelichting. Dat heb ik niet goed verteld in mijn presentatie. Een disclaimer van jurist. Maar ik denk dat het een middel is. Dus ik denk niet dat het uiteindelijke antwoord is. Ik denk dat het een middel is om ons perspectief te verbreden en wel de dialoog op een andere manier te voeren. Want nu zitten alleen de advocaten van bedrijven die lozingsvergunningen vragen aan tafel en niemand namens de natuur. Nou, dat is waar ik denk dat dit een middel kan zijn om daar een verschil in te maken. Meerdere mensen dus die zich daarmee bezig gaan houden, andere bewegingen. En daardoor een shift in een paradigma, als ik je goed samenvat. Ja. Oké, dankjewel. Was hier nog een vraag? Ja? Wordt er ook gekeken naar de waarde van ecosystemen? Dus daar hoor ik je verder eigenlijk niet over. Het gaat meer over het vertegenwoordigen daarvan. Maar ik denk op het moment, ja, ik vraag me dat gewoon af. Wordt er naar gekeken? Ja. Welke waarde bedoel je dan? Ecosystemen zoals wij die kennen, natuurgebieden, zoals ook onze Veluwe heeft bijvoorbeeld water, wat wij drinken, wat echt miljoenen jaren oud is, zeg maar, regenwater. Maar zo zijn er nog veel meer belangen van onze ecosystemen die we hebben. Dus dat was meer de vraag, wordt daar naar gekeken? Ja, nee, heel mooi. Dat ging namelijk heel filosofisch in op het rechten voor de natuur, daarom heb ik dat niet benoemd. Maar in het huidige antropoceen, dus het tijdperk wat gedefinieerd wordt door de mens, kennen we waarden toe aan natuur, maar heel menselijke waarden. Dus we zeggen instrumentele waarden. We kunnen bomen gebruiken om meubels van te maken. Historische waarden. Die bomen zijn zo oud, we moeten ze beschermen. Esthetische waarden. Deze bomen zijn zo mooi, daarom moeten we ze beschermen. Maar waar wij natuur toe willen, is een zogeheten ecocentrische aanpak, waarbij het ecosysteem centraal stelt. En de waarde die je dan toekent aan natuur is een intrinsieke waarde. Dat je zegt, ja, iets heeft waarde simpelweg omdat het bestaat. Niet omdat ik er iets aan heb, nee, simpelweg omdat het er is. De waarde in zichzelf. Ja, en daar geven we invulling aan door die natuur een eigen rechten te geven om te bestaan, te floreren en eigenlijk in zijn waarde op die manier te laten. Dankjewel. Ja. Mooie afsluiting denk ik ook van jouw verhaal. Een hele goede toevoeging nog. Mag ik allereerst een hartelijk applaus voor Jessica? Dankjewel. Ja. En ik ga even een klein rondje maken, want ik ben wel benieuwd of we een beetje aan zijn gezet met elkaar. Of we het idee hebben van, er zit wel wat muziek in. Ik heb nu misschien wel een iets beter beeld bij wat een ethicus, een vogelaar, wetenschappers, juristen kunnen met meer stem geven aan de natuur. Maar waar zit voor mij de meerwaarde in? Mag ik dat aan u vragen, meneer? Ja, ik
denk dat we aan het denken gezet zijn om eens te bekijken van hoe we met de natuur om kunnen gaan. Dat is wel heel belangrijk in deze tijd. Het draait allemaal om economie, maar het wordt ook tijd om een keer iets anders te laten horen. Dus een andere benadering is eigenlijk wat u... Wilt u hem doorgeven aan het publiek achter u? Ja, ik vond het wel een hele mooie verrijking van informatie. En ook om dan je eigen beeld daarin te vormen. En inderdaad dat we gewoon naar een andere perspectief inderdaad toe moeten. Dus. Dat we meer moeten luisteren en in samenwerking met de natuur moeten leven. In plaats van alleen maar gebruik te maken. Eigenlijk. Nou, ik had eigenlijk... ik denk eigenlijk nooit zo na over de natuur. Dus ik dacht, ik ga hierheen om te horen wat er allemaal wordt verteld. En ik vind het wel heel interessant en het heeft me zeker wel aan het denken gezet. Over vooral het laatste vond ik eigenlijk het interessantst. Over zeg maar de rechten van de natuur. En hoe daar dan vormgeving aan wordt gegeven en hoe ze dat dan bedoelden en wat er mogelijk is. Oké, dus eigenlijk de toepassingen. En dan wil ik hem eigenlijk gaan afsluiten, want we lopen ook een beetje naar het einde van de tijd toe. En dat is eigenlijk door alle drie de gastsprekers te vragen van, ook als we geen filosoof-ethicus zijn, als we geen vogelaar zijn, als we geen jurist zijn, wat zouden wij morgen met elkaar, als we de stem meer ruimte willen geven of er beter naar willen luisteren, wat zou ik kunnen doen? Of wat zou Harry kunnen doen? Of wat zou iemand anders die in de zaal zit kunnen doen? Oeh, dat is best een moeilijke vraag. Als ik het even wil relateren aan mijn verhaal, dan gaat het er in eerste instantie om te proberen meer begrip te krijgen en meer proberen het perspectief van dieren, misschien ook van breder de natuur, in te nemen. En dat kan je eigenlijk al in je eigen tuin doen of van je eigen balkon als je geen tuin hebt, door veel beter te observeren. Ik heb geluk dat ik een grote tuin heb en eekhoorntjes inderdaad in heb. En ik heb ook een kat. Als ik die kat naar boven zie kijken, weet ik dat daar een eekhoorntje zit. Dus dan ga ik altijd meekijken en me afvragen van, nou, wat gaat er in die twee om? En heeft die kat nou een concept van, daar zit een eekhoorn of niet? En zo kan je aan het filosoferen slaan. Observeren haal ik eruit. Beter observeren. De vogelaar, wil die daar iets aan toevoegen? Ja, ik denk om even weer naar het begin helemaal te gaan. Dat we vooral naar een andere mindset toe moeten. Waarbij we moeten gaan beseffen dat we niet boven de natuur staan als mens, maar onderdeel van de natuur zijn. En vooral ook heel erg afhankelijk zijn van de natuur. En dat we op een cruciaal kantelpunt in de geschiedenis zitten. En als wij, spreek ik echt namens iedereen in deze zaal, onze generatie moet die nieuwe gedachtegang echt gaan dragen. En dat is denk ik een beetje de laatste kans die we als mensheid hebben om naar een duurzame toekomst toe te gaan. Dankjewel. Ik loop nog even naar achter, naar Jessica, om het verhaal compleet te maken. Ja, ik denk sowieso wat ik noemde in mijn presentatie. Als burger heb je veel meer inspreekrecht dan je zou denken. Dus ook in jouw gemeenteraad kun jij spreken namens die natuur. En ik denk misschien aan studenten specifiek. Ik mis het heel erg in mijn rechtenopleiding. Breng dit onderwerp eens aan het licht, schrijf je scriptie erover. Maar we werken ook samen met bijvoorbeeld designstudenten. Hoe geef je dan een invulling aan die stem van de natuur? Of met filosofiestudenten of rechtsstudenten. Dus misschien binnen jouw discipline kun je dit onderwerp ook oppakken. Die stem van de natuur, hoe kun jij dat een stem geven? En als we dat allemaal met elkaar doen, dan hoop ik dat dit echt een generatie wordt die veel meer openstaat voor andere perspectieven. Dus zie dit als een call to action. Zie dit als een call to action. Mag ik een hartelijk applaus voor de drie gastsprekers? We willen jullie bedanken voor jullie komst vandaag. We hopen dat we met elkaar wijzer zijn geworden. Dat we het goede gesprek hebben gevoerd. Wij hebben binnenkort nog meer programma's op de reep staan. Dus voel je vrij om ook daarbij aan te sluiten. En dan wens ik jullie voor nu een hele fijne avond. Dank jullie wel.